Ik ben Helena Spits en ik help aannemers en woningbouwverenigingen met bewonerscommunicatie bij hele lange renovatieprojecten. Nou, in mijn werk kom ik heel veel mensen tegen die niet echt goed kunnen lezen en schrijven, maar met name begrijpend lezen vinden ze heel erg moeilijk. En door tekeningen in te zetten kan ik ervoor zorgen dat beter blijft hangen wat we precies gaan doen en ook welke impact zo'n renovatie op hun heeft. We werken tijdens de renovatie met een stappenplan waarin we het communicatieproces hebben uitgewerkt. En de stappen die ondersteunen we met plaatjes. En daarnaast hebben we praatplaten ontwikkeld die we gebruiken bij de gesprekken met de bewoners zelf. Nou, daar hoef je niet zo heel lang over te twijfelen, want je hoeft het niet per se te gebruiken bij je klanten, maar je kunt het ook gebruiken wanneer je veel vergadert, bijvoorbeeld hè, voor jezelf, omdat ook voor jezelf blijven gewoon gegevens veel beter hangen als je even tekent. En voor mij is tekenen sowieso heel natuurlijk iets. Het ondersteunt gewoon eigenlijk bij alle activiteiten die je in je werk doet. Ik vond het heel bevrijdend om weer te tekenen, want eigenlijk, bij mij dan op de kleuterschool hebben ze me al verteld dat ik niet kon tekenen. En dan stop je daarmee als kind en eigenlijk is dat heel erg jammer, want tekenen kun je gewoon overal voor gebruiken en het is gewoon heel fijn om dat te doen.